Daan Blij, de man van de wedstrijd inderdaad. Die zat er al heel vroeg lekker in. Ja, zeker. Het was een goede actie van Elvis aan de rechterkant. En ik zag de bal voor me liggen en ik twijfelde geen moment. Ik haalde uit en hij ging er mooi in. Ja, en dan sta je al heel vroeg op een voorsprong in die derby. Wat gebeurt er dan met je? Ja, klopt. Dan ga je strijden en zorgen dat je geen tegendoel krijgt. Die krijg je dan helaas wel. En dan probeer je het weer opnieuw. En dan lukt het. En daarna geef je het niks meer weg. Dus heerlijk gevoel. Want op een gegeven moment kwam Sparta natuurlijk terug in de wedstrijd. Hè? Denk je dan niet bij jezelf, daar gaan we weer? Nee, ja. We hebben afgesproken dat we gewoon onverstoorbaar door blijven gaan. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. En daarmee ook de winst hebben gepakt. En je was nog dicht bij een volgende treffer, hè? Ja, dat klopt. Hij ging op de kruising of de paal. En Elvis let goed op en die schoot hem mooi binnen. Dan komen jullie op een 2-1 voorsprong, gaan de tweede helft beginnen en komt Sparta al heel snel met 10 man te staan. Hoe zag jij dat moment? Ja, ik zag dat moment, was goed voor ons. Alleen we moesten wel blijven opletten, want ook met 10 man zijn ze gevaarlijk. We hebben een sterke spits en goede spelers eromheen. Dus, maar ik denk dat we dat hebben gedaan. Ik denk dat het centrum vandaag heel goed was en dat we verdiend hebben gewonnen. Ja, want ook bij Veendam kwamen jullie met een man meer te spelen, een 2-1 voorsprong. Toen ging het helemaal mis. Waarom lukte het nu wel om die voorsprong vast te houden? Ja, ik denk dat we nu gewoon onverstoorbaar waren, wat ik al zei. En dat we gestreden hebben en heel veel duels hebben gewonnen. Dus dat is denk ik de omkeer. Hoe erg waren jullie toe aan deze overwinning? Want hij is heel lang uitgebleven. Ja, klopt. We waren heel erg toe aan deze overwinning. Dus nu moeten we naar boven kijken en doorgaan. Want zie jij op basis van deze wedstrijd ook echt inderdaad een basis om stapjes te gaan maken op die ranglijst? Ja, zeker. Ik denk dat we altijd wel goed voetballen en een doelpunt maken. Maar dat het vaak ligt nog aan de duels en de strijd. En dat was nu aanwezig. Dus als we zo elke wedstrijd kunnen spelen, dan gaan we zeker omhoog. En nu eindelijk weer eens een feestje? Ja, klopt, zeker. Vooral Rotterdamse derby, dus heerlijk gevoel.